Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Geen make-up, wel een hoed en bikini, want het is stralend weer. Ik heb mijn hoed op, want ik zie dat mijn gezicht weer hard gaat. Pardon, ook al is het smeren met factor 50 altijd, werkt dit toch even beter. En ik heb al een tijdje verf staan, maar het is spuit. Ik heb het nog nooit gehad. Spuit acrylverf, maar ik wilde dus eventjes iets wat buiten in de overkapping hangt verven. En ik vond bij de Action alleen maar deze. Deze was uitverkocht, dus we gaan die eens even proberen. Ik heb even een stuk karton uit het papierbak gehaald. En ik ga eens even buiten in dit heerlijke weertje. Deze bankje staat ook klaar voor een boek. Deze letters een aantal kleuren spuiten, zodat het weer erbij past. En werkt het niet, dan ga ik gewoon nog een keer op zoek naar verf. We gaan eens beginnen met de laatste. Dekken we die een beetje af. Ik ga maar gewoon proberen. En we pakken gelijk de neonroze. Dat was het wel makkelijk. Wat doet het terug? Ik vraag het me af of het wat wordt. Maar voor nu is die zo. Ik ga er straks gewoon nog een keer overheen als het droog is. Nou, zelf denk ik dat ik gewoon even op weer die kleine tubetjes moet gaan halen. Als ze er weer zijn, ze waren vorige keer uitverkocht. En het dan even met de kwas moet doen. Maar joh, leuk experimentje. Terwijl het 22 graden is. Die alles vanuit het mandje ligt te bekijken. En ik weer heerlijk het zonnetje in ga. Oh, en Wilco is niet werken dit keer. Hij werkt heel veel de laatste tijd. Maar ja, daardoor kunnen we ook straks weer 2 maanden naar Portugal. Oktober, november. Maar die heeft een paneeltoernooi van de brandweer. Vorig jaar ben ik gaan kijken. Nu heb ik eigenlijk geen zin in. Dus laat die maar lekker balletjes slaan. Iedereen knapt er gewoon op van dit weer. Ik wil even kijken hoe warm ik het heb. Ik wilde even laten zien hoe lekker mislukt het idee was. Kijk, dit werkt dus niet. Deze is redelijk, maar ook niet fantastisch. Dus ik ga gewoon even terug naar Action voor van die tubetjes om het goed te doen. Ach, hè, als ik hem ophang, hebben we in ieder geval weer wat kleur. Zo valt het niet zo op. Heerlijk van die projectjes die mislukken. Je moet altijd wel om lachen. Inmiddels is het na het avondeten. Wilco is nog steeds niet thuis. Die ging door bij een tennisclub, geloof ik, of zo. Hij is gelukkig op de fiets gegaan. Hoef ik hem niet te halen. Dus ik ga lekker de jacuzzi in. En ik heb de sleutel neergelegd voor hem op een plek. Dan kan hij die pakken. En die kleine die heeft weer wat. Sinds zijn oog zit dicht. Sinds de uitlaat vanmiddag. Nee, de avonduitlaat. Dus ik ben een beetje aan het kijken. Doe maar net als bij mens met gekookt afgekoelde water schoonmaken. Maar ik hoop niet dat we weer wat hebben. Hey. Ja, dit knijpen met je oogje, hè? Kijk, houdt zijn oogje dicht. Nou ja, we gaan het zien. Maar nu ga ik even heerlijk genieten in de warmte. Het is zondag, Pinksteren en gezellig. Wilco is gelukkig weer een dagje thuis. En we hebben bij die klein, omdat het vrij warm is, maar hij heeft iets in zijn oog, die zit dicht. En mocht hij onze sloot niet in, maar we hebben weer zijn pootje erop. Ja. Hij weet het weer direct. Boppie, pootje erop. Goed zo! Kan die lekker zo een beetje afkoelen. En dan hoop ik dat die zo weggaan. Ik ga lekker hier. Het was een heerlijke dag. Heel veel buiten gezeten. Ik heb net nog heerlijk in de overkapping gezeten. Het is nu 8:30 en ik heb mijn andere bikini aangedaan. En ik ga nog even lekker een half uurtje in de jacuzzi ontspannen voordat ik naar bed ga. Het is maandag en ik wilde eigenlijk even naar de kringloop. Maar toen dacht ik, het is natuurlijk geen gewone maandag, het is Pinkstermaandag. Dus dacht ik, ja, dan zal het of dicht zijn of heel druk zijn. Dus ik dacht, nou, ik kan elke dag van de week, dus waarom zou ik vandaag moeten? Ik ga vandaag niet. En toen dacht ik, shit, ja, gisteren hebben we heerlijk in de tuin gezeten allebei. Lekker gerommeld, dus blijft zo gewoon zo'n fijn tuintje. En vandaag dacht ik, gadver, weer bewolkt, het heeft weer geregend. Het is helemaal niet lekker om buiten te zitten in die loungebank. Toen dacht ik, ik ben een buitenmens, ik hou van buiten zijn. Je hebt gewoon een overkapping. Ga lekker buiten zitten. Dus ik zit nu heerlijk hier met mijn iPadje. We hebben een versterker, dus we hebben gewoon wifi hier in de overkapping. En ik ga gewoon lekker vlogjes kijken. En lekker buiten zitten. Ik heb ook heerlijk mijn blote voeten. Gewoon lekker genieten.
Die kleine die heeft net dus een staafje gekregen, dus die is even binnen aan het happen. Maar die zit dan heel vaak hier of dan gaat hij lekker bij me liggen, gezellig. Of op mijn benen. En dan dacht ik, nou weet je, zo heb ik toch voor dat buiten ben. Ik heb een heerlijk plekje. Ik heb het natuurlijk zo gezellig gemaakt. Ik ga er gewoon van genieten. Dus deze Pinkstermaandag geniet ik in de overkapping. En dat daar dan al 2 jaar twee elektrische mountainbikes staan die eigenlijk verkocht moeten worden. Nou ja, daar kijken we dan maar niet naar, hè. Dan kijken we gewoon lekker naar kleine jongen. En mensen vragen hoe het gaat met hem alleen zo. Gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik heb af en toe maar het idee dat hij hem mist. En krijg ook heel veel de vraag, komt er een tweede? Ja, er komt absoluut wel een keer een tweede. Alleen heb ik een beetje een voorkeur dit keer. Ik zou dit keer graag een meisje willen. Een golden retriever. En ook gewoon weer een tweede handje. Dus eentje die ergens anders vandaan komt. Een goed leven geven. Dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. Bob was onze eerste pup, de 5e hond. We hebben daarvoor 4 tweedehands kinderen, honden. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk gewoon mijn kinderen. Honden gehad. Dus ja. De perfecte match komt vanzelf op ons pad. Want zo gaat het altijd. Je kan zoeken wat je wil. Maar hij komt meestal gewoon, of dit keer zij, op ons pad. Dus voor nu doet hij het gewoon hartstikke goed en zit er geen haast achter. Dat was met Max natuurlijk wel. Toen Tom overleed, toen ging Max na 2 weken ontzettend piepen en piepen, piepen. En die was echt heel erg alleen. Die ging heel zielig in de mand liggen piepen. En toen hadden ze iets van, er moet nu echt een hond bij komen. En dat was in coronatijd, dus alle asiels waren leeg, geroofd. En al die honden zitten nu weer in asiels, meestal. Want 80% volgens mij heeft ze daarna weer weggedaan. Dat is echt bizar. Maar we hebben de juiste match niet gevonden. Dus we wachten gewoon af. Hier, nu zit er geen druk op. Bob die is gewoon lekker zichzelf. Volgens mij geniet hij zelfs een beetje dat hij geen aandacht hoeft te delen. En we hebben nu alle tijd om met uitlaten lekker met de bal te zwiepen. Dus hij rent zich rot op een dag. Dus hij is ook veel moe. En dat doet hem ook wel goed. Dus ja, dat is eigenlijk het verhaal van, komt er nog een tweede of niet? En een lekker theetje bij de vlog. Het is woensdag. Gisteren weet ik eigenlijk niet eens meer wat ik gedaan heb. Volgens mij, oh nee, gisteren was het heel mooi weer. Ik heb heerlijk in de tuin gelegen met Bob. Die was heel pieperig, dus die heeft me lekker bezig gehouden. En nu ga ik eindelijk even naar de kringloop, wat ik heel de tijd al wil. Even kijken of ik wat leuks kan vinden. En een paar boodschappen doen. En dan niet te veel, want morgen ga ik met Cher naar het Stadshart Toetermeer, het winkelcentrum. Dus dan moet ik even mijn energie weer voor klaar hebben morgen. Maar voor nu ga ik even met de fiets naar de kringloop en naar de Jumbo. En deze kleine heeft een fantastisch nieuwe halsband. Kijk hoe leuk. En daar zit ook een riem hiervan bij. Ik ben er zo blij mee. Hij moest een nieuwe hebben en zijn riem is van de week stuk gegaan. Dus toen moest ik wel. Nou kwam ik deze tegen. Echt helemaal leuk. Hij doet zijn pootje omhoog. Hé? Mama, even een boodschapje doen, hè? Ben je even alleen? Ja. Moet je even slapen. Dat moet wel, want je hebt vannacht niet goed geslapen en vanmorgen. Hij heeft me elk uur wakker gemaakt, dus ik weet niet wat hij had. Waait en het is donker. Heel snel naar die Jumbo en naar huis. Hallo liefie. Ja, je bent alleen hè. Ik ben er weer. We gaan wat lekkers pakken. Oeh, netjes zitten. Zitten. Een pootje omhoog. Goed zo. Alsjeblieft schat. Voordat ik naar bed ga, ga ik even koken. Maar ik vanavond lekker aan. Kan ik na het slapen mijn Bob uitlaten en dan gelijk lekker eten. En hij heeft Wilco morgen ook al mee te nemen. En heb ik zelf morgen ook nog een portie. Dus we maken het ons makkelijk. En ik dacht, waar is die? Maar het is echt een buitenhondje. Hij is buiten. Hé? Hij is de hele tijd duif aan het jagen. We hebben zo'n bonus de besjes in. Daar komen ze op af. Maar Bob vindt dat de tuin van hem is. Dus zodra ze er zijn, vliegt hij erop af. Hé? Met lief. Het is donderdag. Het is net alsof ik met mijn ouders op pad ga donderdag. Maar ik ga mijn oude sleutels pakken. En dan ga ik Cher ophalen. En dan gaan we samen naar Zoetermeer shoppen. En koffie drinken. En waarschijnlijk lunchen. Dus, een uitje. Ready.
En we zijn in de Primark. En het mandje wordt voller. Nou, wij zitten heerlijk lunchen. Ik ben weer vergeten te filmen met mijn lieve vriendin. Maar we zitten zo lekker te kletsen. Jullie kennen er van Alicante natuurlijk. De mijne is al op. De chair is bijna op en dan gaan we weer aan de wandel. Maar we zijn in ieder geval goed gezakt. We zijn weer thuis. Het is 2:30. Het was echt zoals jij een dagje vakantie voelde het. Zo heerlijk. Ik heb een heleboel leuke dingetjes nog gekocht. Misschien dat ik het straks wel laat zien. Ik weet nog niet. Maar nu ga ik even lekker zitten. En met die kleine, want die was heel blij. Dat ik er weer ben. Ah, kijk wat ik heb laten maken. Een armbandje met 5 pootjes. En er zijn natuurlijk precies 5 honden verloren. Bo, Sam, Tom, Muis en Max. Dus die ga ik omdoen. Ik ben heel ziek geworden van mijn darmziekte, van het eten. Wat heerlijk was, ik had een broodje met pulled chicken. Dus dat zou in principe redelijk goed moeten gaan. Maar waarschijnlijk heeft iets in de kruiden gezeten waar ik gewoon niet tegen kon. Dus... ja, als je in plaatjes denkt, ik ging Bob uitlaten en ik had gelukkig wc-papier in mijn korte broekje gedaan. En ik zit daar in de borstjes met mijn ding op mijn knieën en dan legt Bob echt zo die tennisbal voor mijn voeten neer. Zo van zo, gooien? Ja, en dan heb ik er zo'n lol in. Dan denk ik, ja, joh. Het is gewoon pech. Ik heb een topdag gehad. Het was echt een heerlijk gezellig dagje met elkaar. Daarna natuurlijk lekker nog in de tuin kunnen genieten. Ja, nou ja, weet je. Dan weet ik het. Het kan gebeuren. 50-50, gaat het mis, gaat het niet mis. En nu heb ik zoiets, ik ga even lekker opwarmen, want ik had hele rillingen ervan. Ik ga lekker in de jacuzzi eventjes zitten, het is 8:00, dus ga ik daarna met hem naar bed. Ik heb hem nu zo'n voerrolbal gegeven, zeg maar, dus hij is even lekker bezig. Die wordt graag bezig gehouden om te eten, zeg maar, in plaats van alleen maar uit de voerbak eten. Dus, ik kom net uit de jacuzzi. Oh. ik zit de vlog te doen, alvast, want het is, normaal doe ik dat altijd na het eten. Maar we gaan vanavond uit eten bij de golfbaan. De jongens gaan straks golven als het weer mee zit. En dan gaan we daar ook gelijk eten. De golfbaan is hier aan het einde van de straat. En die staat... Doe je? Wat doe je? Ik stond tegen het kleed aan te duwen. Ja, dus dat heb ik nu even zitten doen. Ik zie dat de batterij leeg is. Ik ga hem even omdoen. Ik heb in Canva de thumbnail gemaakt. En even kijken of mijn... Oh, hij is nog met het aan het binnenhalen, de vlog. Dus daar kan ik nog verder nog niks aan veranderen. Dus dat moet ik straks even allemaal invullen. En voor nu ga ik zelf een vlogje kijken. En ik ga kijken... Bram en Bonnie in Griekenland op Zakynthos. En had ik vandaag al gezegd dat het vrijdag is? Denk het niet. Lig jij lekker op mijn kleren te slapen? Lekker op mijn ondergoed? Ligt dat lekker? Het is dus rusttijd, hè? Ik zou oogjes volle dicht. Het is 4:00 en dat betekent dat ik lekker ga liggen. En ik ga er altijd om 6:00 uit, ga ik Bob uitlaten en dan later word ik gebeld als die jongens klaar zijn met golven, als ze gaan. En dan ga ik naar het restaurant toe. En anders zien we hoe het gaat. Ik merk het vanzelf. Wij hebben heerlijk gegeten met z'n drietjes bij de golfbaan. De jongens hebben toch nog een ronde gelopen, ook al regende het. Ik was de camera compleet vergeten mee te nemen. Dus niks ervan gefilmd. Nu ben ik thuis en ik heb lekker mijn... badjas van Oltje aangedaan. Make-up eraf gehaald en mijn kruik. En ik ga lekker naar bed. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot volgende week. Doei!